Er is in 2018 door heel veel mensen intensief gewerkt om tot oplossingen te komen in grote dossiers, zoals preventie om gezond te blijven, onderwijs en arbeidsmarkt, klimaat en werkgelegenheid. Er is lang gepraat en er zijn stappen gezet. Op veel punten is overeenstemming bereikt. Sommige dingen zijn helaas nog niet gelukt. Dat geldt specifiek voor het pensioendossier. Het is heel jammer dat de onderhandelingen hierover met het kabinet zijn vastgelopen. Maar een gesprek blijft altijd mogelijk en dat stemt mij toch hoopvol. Het jaar 2018 stond voor een groot deel in het teken van een leven lang ontwikkelen. Leren en jezelf ontwikkelen moeten vanzelfsprekend worden, voor iedereen, of je nu wel of niet werkt. Banen zijn er niet meer voor het leven en vaardigheden die je nodig hebt voor je werk veranderen voortdurend. Scholing is daarom belangrijker dan ooit. De SER heeft op verzoek van het kabinet een aanjaagfunctie op zich genomen rond een leven lang ontwikkelen. Eind mei 2018 gaf de SER tijdens een grote conferentie het startsein om tot een doorlopende actieagenda te komen. En die gaan we samen met de partijen in de regio's en de sectoren uitvoeren. Er komen bijeenkomsten waarin we met actiepunten aan de slag zullen gaan en waarin we vooral van elkaar willen leren. Op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen is er ook weer veel gebeurd. Zo zijn er 3 nieuwe convenanten bijgekomen. In de voedingsmiddelensector, in de verzekeringssector en bij de pensioenfondsen. Verder heeft de SER geadviseerd over onder meer de gevolgen van de energietransitie voor de werkgelegenheid. En over het verlof na de geboorte van een kind. Nieuw is ook dat de SER naast het energieakkoord nu ook de onderhandelingen faciliteert om tot een klimaatakkoord te komen. Het gaat om 5 klimaattafels met meer dan 100 deelnemende partijen. Kennis en de kunde van de SER om complexe problemen om te zetten in werkbare afspraken met draagvlak komt hierbij goed tot zijn recht. De SER zit zelf de taakgroep voor over arbeidsmarkt en scholing. Het komend jaar gaat de SER zich onder meer inzetten om meer vrouwen en talenten met een multiculturele achtergrond in topposities van bedrijven te krijgen. Zo hebben we eind januari een grote bijeenkomst georganiseerd met bedrijven die hierin voorop lopen. Opbrengst van deze bijeenkomst gaan we gebruiken voor een advies dat het kabinet ons gevraagd heeft. Meer diversiteit in de top geeft vertrouwen dat ook nieuwe talenten hun weg naar de top kunnen vinden. We streven naar een samenleving waarin iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt.